Goedemorgen. De laatste tijd is er nogal eens regelmatig iets te doen om de nieuwe soort munitie die Geco op de markt brengt, de hexagon munitie. De gewone 9mm van Geco, die doosjes zien er zo uit. Hexagon munitie staat hier in gouden letters niet zo'n hexagon op. Ik had het doosje willen bijhouden om dit filmpje te maken, maar het is ergens verloren geraakt, dus mijn excuses. Maar ik zal u laten zien hoe de kogeltjes eruit zien. Dit is een gewone patroon, 124 grain van Geco, en dit is de hexagon. Je ziet er allemaal identiek uit eigenlijk, alleen natuurlijk het opvallende is die kop, die lijkt een beetje op een hollow point. Het is ook een hollow point in principe, want er zit een holte in de kop. Maar het is, maak je geen zorgen, het is legaal. Er is een reglementering rond expanderende kogelkoppen. Maar dit ding valt niet onder die reglementering, omdat ze eenvoudigweg niet expanderen. Nu, qua prijs zitten ze bijna aan het dubbele van de gewone patroon. Dus de vraag die je als sportschutter jezelf kunt stellen, is het dat verschil waard? Ik heb een paar doosjes van dat spul gekocht gehad. Ik heb die vervolgens getest gehad met onder andere de Glock 34, de Beretta CX4 Storm, nog de GP en misschien nog wel een paar andere dingen. Het resultaat dat ik bij alle twee, bij al die verschillende pistolen en karabijntjes heb gehad, was ongeveer hetzelfde. Dus ik heb nu maar één kaart meegebracht van, om u resultaten te laten zien. Dat zijn de resultaten die ik met de CX4 Storm heb geschoten op 50 meter. Waarom 50 meter natuurlijk? Omdat je bepaalde verschillen beter gaat zien op grotere afstand. Goed, dus het verschil. Dit zijn mijn kogelinslagen. Ik denk dat ze redelijk goed in beeld komen. Ik ga een klein beetje de camera verzetten, dat ze allemaal in beeld zijn. Ik heb de inslagen met een hexagon in het rood omlijnd en die met de gewone standaard 124 grain met blauw. Dus hier zie je rood, 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 rood. Die lijn loopt door als je goed kijkt. Hier is ook nog rood. Het zal wel geweldig goed kijken. Deze is een groepje 1, 2, 3, 4, 5. Dat is een groepje. En dan zit hier ook nog een groepje van 5. Met de standaard munitie 1, 2, 3, 4, 5. Nee, 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, dat is een groepje. En dan zit hier ook nog een groepje 1, 2, 3. Goed kijken, goed kijken, goed kijken. 4. Zwart. Hoe dan ook, het verschil is, het is er niet. Er is geen verschil. Ik heb het met verschillende dingen uitgeprobeerd. Overal had ik een vergelijkbaar resultaat. Het verschil is verwaarloosbaar. En als er al een verschil is, kan het goed zijn dat het gewoon lag aan het manneke dat pistool of het geweertje vast had. Dus mijn ogen, mijn goede raad. Is een hexagon het waard? Nee. Misschien dat jij andere testresultaten hebt. Ik zou het gewoon nog niet doen. Misschien voor herladers, die hexagon koppen kun je ook zo kopen. Misschien dat voor herladers wel iets te rapen valt. Maar voor een gewone sterveling, die dit al in huis heeft, zou ik zeggen, hexagon, laat het liggen. Dat is natuurlijk alleen maar mijn mening. Hopelijk heb je er iets aan. Graag tot ziens.